Goedemorgen iedereen. Ik ben heel blij dat er toch al 62 mensen in deze webinar zitten. Er hebben er zich veel meer ingeschreven. Dus ik ga ervan uit dat zij straks nog aansluiten. Voor wie mij niet kent, ik ben Bianca de Wolf, de nationaal coördinator van de campagne Faire Gemeente. Ik ga nu mijn scherm delen. Het is zo dat dit is een webinar, dus dat wil zeggen dat alleen de host en het panellid en mijn panellid die mij vandaag technisch door deze webinar loodst, is Koen van Troost van partner Fairtrade Gemeente. Hallo. Voilà, maar ik ga nu mijn scherm delen en dan beginnen we eigenlijk met een aantal afspraken rond deze webinar. Voilà, normaal gezien moeten jullie nu mijn scherm kunnen zien. Koen, is dat zo? Oké. Voilà, voor we er echt mee beginnen, ga ik eventjes de agenda en zo bekijken. Er zijn enkele afspraken. Deze presentatie wordt opgenomen. Nu, het feit dat jullie allemaal verdoken zitten, gaat dat waarschijnlijk geen probleem zijn. Je geluid staat sowieso af. Misschien is het wel goed om je naam en je gemeente te noteren in de chat of de vragen en antwoorden. Dan zien wij ook wie de vraag heeft gesteld. Komt er een vraag bij je op tijdens de presentatie, schrijf ze dan zeker op of stel ze in de chat. Dus onderaan in het balkje zie je ofwel chat staan ofwel VNA, vraag en antwoord. Of misschien als je in een Engelse versie zit, Q&A. Je mag ze daar sowieso inschrijven, maar gebruik maar één medium, zou ik zeggen. Ik stel voor dat je het in de vraag en antwoord of Q&A stelt, want dan worden die ook geregistreerd. En dan wordt ook het antwoord geregistreerd. Dus stel ze zeker in de chat of in de vraag en antwoord. En tijdens de vragenronde, want we gaan straks echt wel 30 minuten zeker aan de vragenronde besteden, zal Koen ervoor zorgen dat alle vragen tot bij mij komen. En wat ook belangrijk is, is dat je inderdaad de opname en de presentatie met alle links in en zo in je mailbox krijgt. Dus je kan het daarna zeker nog eens rustig herbekijken of ook delen met andere mensen in de trekkersgroep of collega's. En dan heb ik nog eventjes een afsluiting en we sluiten ja, een kleine afsluiting en we sluiten deze webinar echt wel om 12:30, zodat je samen met je collega's kunt gaan lunchen. Oké, we starten met een eerste poll. Wat is je rol of functie in een faire gemeente? Want dan weten wij een beetje van wie er hier allemaal achter het scherm zit. Dus Koen, je mag de eerste poll starten. Voilà, duid even aan wat je rol of functie is in de faire gemeentecampagne. Als jij denkt dat we zijn nu met 70 mensen in de webinar. Als je denkt dat 70 mensen hebben geantwoord, kan je de resultaten even laten zien. Voilà, dus we zien inderdaad dat de helft van de mensen die hier deze webinar volgen, inderdaad de bevoegde ambtenaar zijn, zoals we dat noemen, hè, de ambtenaar. Of de medewerker, de gemeentelijke medewerker die bevoegd is om de faire gemeentecampagne en titel mee uit te dragen. We hebben toch ook wel 13 medewerkers van wereldwinkels hier zitten.
Er zijn zelfs drie mandatarissen, wat ook wel heel fijn is dat zij daar ook aandacht aan besteden. Wel wat leden van de trekkersgroep, 13%, en nog vier andere mensen. Voilà, maar dan weten we inderdaad wie hier achter het scherm zit. En dan doen we even een tweede poll. Wie heeft er vorig jaar op 13 mei 2023 een faire ronde georganiseerd? Dus welke faire gemeente, hè, want jullie vertegenwoordigen natuurlijk een faire gemeente, heeft er vorig jaar een faire ronde georganiseerd en zijn dus ervaringsdeskundigen? Koen, ik zie op mijn scherm geen antwoorden staan. Wil dat dan zeggen dat de mensen niet kunnen antwoorden? Ze zijn bezig aan het antwoorden, Bianca. Dan is het gewoon iets dat ik zelf niet. Oké, een grote 40% zijn inderdaad ervaringsdeskundigen achter het scherm. Maar toch ook meer dan de helft van de mensen die nu aanwezig zijn, die nog niet hebben georganiseerd. Dus we hopen natuurlijk dat we die na deze webinar hebben kunnen overtuigen om aan te sluiten aan de nationale actie. Dan gaan we eerst eens even bekijken, ja, wat is dat nu, hè, een faire ronde? Misschien hebben jullie de animatie al eens gezien, maar we gaan hem toch nog even tonen. Koen, je mag de animatie starten. Eerlijke en duurzame handel. Ja, je komt het vaker tegen dan je denkt. Neem nu Luke en Lucy. Hun ontbijt bestaat uit koffie, een boterham met choco en een heerlijke banaan. Allemaal fair trade natuurlijk. En dankzij bioboer Luke geniet je van groenten uit de korte keten. En Lucy doet niet aan verspilling, nee. In haar winkel verkoopt ze enkel tweedehands kleren. Zo maken zij de cirkel rond. Eerlijk en duurzaam. En er zijn er meer. Tijdens de Faire Ronde ontdek je handelaars, organisaties en verenigingen met lef. Namelijk die lokaal, ecologisch en fair denken en doen. Op World Fair Trade Day openen ze speciaal voor jou de deuren. Psst, gemeente, maak de cirkel rond. Organiseer in jouw Fair Trade gemeente een Faire Ronde. Voilà. Waarschijnlijk hebben jullie die al wel in het verleden gezien, maar ik vond het ook belangrijk om die toch nog even te tonen. Dus even kort samengevat, hè, wat is een faire ronde? Dat is inderdaad een wandel- of fietstocht langs faire locaties met lef in de faire gemeenten en steden in Vlaanderen. Daar hoor je het al in dat eigenlijk alleen maar een gemeente of een stad die inderdaad de titel heeft, hier ook aan kan meedoen. Wanneer? Dat is jaarlijks op World Fair Trade Day, dus dat is eigenlijk de tweede zaterdag van mei en daar wijken we niet van af. Het doel van een faire ronde is inderdaad alle inwoners, groot en klein, informeren, sensibiliseren en activeren over en rond de principes van lokale duurzame voeding, ecologisch en duurzaam produceren, consumeren en eerlijke handel. Is inderdaad zo de basis, het basismotto eigenlijk van een faire gemeente. Think global, act local zit daar helemaal in verweven. Wat doen die faire locaties met lef op die dag? Ja, die houden open deur, geven promo, houden een rondleiding, organiseren een activiteit. Moet je of mag je, hè? Maar elke gemeente, zoals alles eigenlijk, hè? Er zijn inderdaad 6 criteria in een next level. Maar het is aan jullie zelf om te zien hoe jullie dat invullen.
Dus je hoeft inderdaad niet deel te nemen, maar als je deelt, liggen de krijtlijnen wel vast. En het is eigenlijk ook een groeimodel, hè? Dus moet je inderdaad net full force gaan? Nee, je kan klein beginnen met de huidige partners en elk jaar meerdere partners erbij laten aansluiten. En dan de organisatie van de lokale faire ronde, hè? Wie neemt de verantwoordelijkheid in? Het is een faire gemeente die het organiseert, dus een lokaal bestuur in samenwerking met medewerkers, ambtenaren en de trekkersgroep. Maar het is inderdaad, het ligt voor een, ja, wel in handen van een faire gemeente. Dat lokaal bestuur is daar heel belangrijk bij, ook qua promotie en zo. Dat is in het kort. We gaan er nu dieper in op al die facetten. Waarom zou je inderdaad meedoen aan een faire ronde? Een toegevoegde waarde voor de faire gemeente. Ja, dat zijn er toch zes, maar je kan waarschijnlijk ook nog wel meerdere verzinnen. Maar in eerste instantie geeft het jou de kans als faire gemeente om jouw faire gemeentenetwerk van organisaties, verenigingen, bedrijven, winkels, horeca en burgers in de schijnwerpers te zetten. He, dus al die partners die onder jouw criteria zitten, denk maar aan criteria 2, de samenwerking met horeca en winkels, criterium 3, scholen, bedrijven, verenigingen, maar ook in criterium 6, alles wat met lokale duurzame voeding heeft te maken. Dat zijn allemaal faire locaties die je tijdens die nationale dag echt in de schijnwerpers kan zetten. Het is een lage en heel laagdrempelige activiteit voor jong en oud. Het is de ideale manier om ook je appreciatie te tonen naar al die geëngageerde ondernemers en inwoners. Sensibilisatie en ontspanning gaan hand in hand, want als je inderdaad mensen kunt doen ervaren wat het is om lokaal geëngageerd te zijn, rond ecologisch produceren, consumeren en eerlijke handel. En ja, dat denk aan jezelf. Hè. Als je het kan meemaken en ervaren, dan blijft dat toch beter hangen. Het is ook heel eenvoudig eigenlijk. Allee, ik zeg niet dat het niet veel organisatiewerk is, maar het is eenvoudig vanuit faire gemeente, dus vanuit de coördinatie. Wil je heel veel ondersteuning en kant-en-klaar materiaal eigenlijk aan. En het is ook een nationale campagne. Dat geeft ons ook als netwerk, als community van faire gemeenten, de kans om eigenlijk in heel Vlaanderen het LEF-principe, hè, dus eigenlijk lokaal engagement voor ecologisch consumeren, produceren en eerlijke handel, heel concreet op de kaart te zetten. Wat is die toegevoegde waarde eigenlijk voor die faire partners? He, dat is eigenlijk, want zij hebben daar natuurlijk ook een win bij. Het consolideren eigenlijk van hun partnerschap in de campagne van de faire gemeente. Een concrete kans om hun werking en engagement bekend te maken. Mogelijkheid om natuurlijk nieuwe leden te werven of nieuwe klanten aan te boren. Ja, ook die echt heel concrete zichtbaarheid, hè, hoe dat zij inderdaad op een lokale geëngageerde manier dat ecologische en eerlijke handelprincipe in hun dagelijkse werking eigenlijk naar voren schuiven. Ook voor de inwoners is er natuurlijk een win, hè. Het is laagdrempelig, er is voor iedereen een plek. Ook weer het gegeven dat je inderdaad op een ontspannende manier en meerdere acties of activiteiten, projecten en bedrijven en ondernemers kunt leren kennen. Je bent ook fier dat inderdaad jouw gemeente zulk engagement opneemt. Je leert heel wat nieuwe dingen kennen. En ook het is ook leuk om te verkennen wat andere gemeenten in jouw buurt eigenlijk doen of zelfs niet doen, hè. Nu, al die zaken die ik nu allemaal aan het vertellen zijn, dat komt ook voor een heel groot deel terug uit de evaluatie die we na de vorige editie hebben gedaan. Dus we hebben de eerste editie gelanceerd, die is gebeurd. We hebben die heel degelijk geëvalueerd. Dus zowel deelnemers, burgers hebben we geëvalueerd, locaties hebben we bevraagd en de organiserende mensen, dus zowel ambtenaren als trekkersgroepen hebben we bevraagd.
En dat, van daaruit komt heel wat van de informatie die ik jullie vandaag meegeef. Nu, wat is zo'n veilige locatie met LEF? Hè? Die onderscheiden zich eigenlijk op drie vakken. Dus hè, LEF, dat woordje waar we eigenlijk ja, van alles mee kunnen doen, onderscheidt zich, het is eigenlijk een locatie met LEF of een verre locatie, onderscheidt zich op drie vlakken. En dat is echt wel heel belangrijk dat ze op die drie vlakken tegelijkertijd onderscheiden. Dus je kan geen cherrypicking doen. En ik kom daar later op terug. Dus inderdaad, L staat voor dat lokaal ingebed zijn, geëngageerd en actief. De E staat voor het ecologisch en duurzaam en duurzaamheid in denken en doen. Dus het is echt wel de bedoeling dat die partners zowel in hun produceren, in hun consumeren heel expliciet de nadruk leggen op dat ecologische en duurzaamheidsaspect. Ik kom daar straks ook nog in, concreet op terug. En inderdaad, dat ze de fair trade principes, dat zij dat ook als norm hanteren, zowel lokaal als mondiaal, hè, die eerlijke handelprincipes. Heel concreet wil dat zeggen dat dat eigenlijk de partners zijn in jouw campagne. Hè. Zij schrijven zich expliciet in de campagne van een faire gemeente. Dus check nog eens hè, de criteria. En dat is inderdaad het criterium dat je onder andere minimum 2 Fairtrade producten in jouw organisatie, horeca-aangelegenheid, in jouw winkel aanbiedt of gebruikt. Dus dat is iets wat we heel belangrijk vinden. Dus ik zeg maar iets, een boerderijwinkel bijvoorbeeld, die allerlei ecologische, duurzame producten koopt vanuit zijn eigen, van op zijn eigen veld of van collega-bioboeren of zo bijvoorbeeld, maar die in de boerderijwinkel. Er zijn boerderijwinkels die van alles aanbieden, hè, bijvoorbeeld ook koffie en chocola, maar daar geen fairtrade producten aanbieden. Ja, dat vinden wij eigenlijk heel gek. Hè? Dus ze moeten ook dat criterium mee onderschrijven. Want het is niet zo. Allez, we vinden het heel belangrijk dat boeren van bij ons ook op een respectvolle manier betaald worden voor hun werk en zo. Maar eigenlijk vragen wij aan hen ook die solidariteit met boeren in het zuiden. Dus dat is wel een heel belangrijke. En ook heel belangrijk dat zij die partnercriteria niet alleen onderschrijven omwille van de faire ronde. Want dan lijkt het wel zo van, oké, we gaan één dag op een jaar ecologisch en fair denken en doen. En de rest van het jaar doen we dat niet meer. Nee, het is wel de bedoeling dat ze dat inderdaad het hele jaar doen. Maar eigenlijk komt het erop neer dat je inderdaad je partners vanuit een faire campagne in deze ronde laat schitteren. Ik raak heel moeilijk altijd van de naar een volgende pagina. Daarom duurt het zo lang. Oké. Dan zal het zo lopen. Wat zijn dan die locaties met LEF concreet? Dat kunnen zijn, hè, dus ik ga hier gewoon een aantal voorbeelden opstommen. Locaties die fairtrade producten aanbieden, verkopen, verwerken of consumeren. Dat kan een wereldwinkel zijn. Dat kan een café zijn die fairtrade koffie en suiker aanbiedt, bijvoorbeeld. Dat kan een restaurant of een bistro zijn die expliciet voor een aantal fairtrade producten in zijn of in zijn menu kiest. Een bakker die met fairtrade chocolade werkt. Een bedrijf dat inderdaad aan zijn personeel fairtrade koffie schenkt elke dag. Een supermarkt. Maar ook locaties die produceren en werken volgens de principes van de bio- en de agro-ecologie. Of producten verkopen die uit de bio- en de agro-ecologie komen. Een bioboer, een voedselteam, boeren en buren, een zelfpluktuin, voedselbos, ecologisch moestuinier en samentuinieren, een CSA-boerderij. Dus eigenlijk een boerderij die inderdaad werkt door middel van voedselpakketten. Maar ook die locaties, hè, dus bij die eerste locaties die ik opzomde, daar zitten eigenlijk de partners van criterium 2 en 3 heel hard in. De locaties die produceren en werken volgens de principes van de bio- en agro-ecologie, daar herken je alle partners in van criterium 6.
En dan criterium, eigenlijk next level, daar zit eigenlijk alles in van locaties die inzetten op bewust duurzaam en ecologisch verbruik. Hè. Repair shops, deelinitiatieven, kringwinkels, tweedehandswinkels. En dan ook natuurlijk al die organisaties en verenigingen en scholen die inderdaad ook inzetten op fair trade, bewust en duurzaam consumeren, onderwijs. Ik denk aan sportclubs die inderdaad met fair trade materiaal werken. En zo meer. Nu, een heel aantal van die locaties met LEF, voorbeelden, wat dat zou kunnen zijn, die vind je ook terug op de website, de algemene website van de Faire Ronde. Daar hebben we een aantal in de kijker gezet uit de vorige editie. Voilà. Dat is nou weer wat ik zei. Dus als je inspiratie nodig hebt van oh, wat kan dat allemaal zijn en zo, dan kan je daar best nog eens naar gaan kijken. Maar wat doet zo'n locatie met LEF op 11 mei of op de tweede zaterdag van mei? Ja, die zetten de deuren open, ontvangen een zeer divers publiek, stellen hun werking en bedrijf voor. Het is heel belangrijk dat ze het inderdaad eens actief doen. Dat komt ook uit de evaluatie. Hoe actiever, hoe leuker de beleving is. Maar elke locatie die doet dit op de manier dat het best bij hem past. Ja? Zit je inderdaad op een boerderij of zo, dan kan het leuk zijn. Allee, dan is het gewoon heel leuk dat je inderdaad gezinnen met kinderen een rondleiding geeft. Is het een winkel bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld in heel wat faire rondes vorig jaar heeft bijvoorbeeld BioPlanet, hè, wat toch een supermarkt is, hebben ook meegedaan. Maar uit de evaluatie kwam dat daar te weinig ja, interactie was. Dus mensen konden daar naar binnen gaan. Ze kregen een display met allerlei faire producten te zien, wat natuurlijk ook leuk is. Maar ze konden aan niemand vragen stellen of zo. En dat is echt wel de bedoeling. Hè? Dus dat je echt ook wel, dat daar medewerker is of die echt op die dag mensen ook wel onthaalt die inderdaad met die faire, speciaal met die faire rond bezig zijn. Hoe zoek en vind je locaties met LEF? Ja, eigenlijk is de basis heel simpel. De basis gaat er eigenlijk gewoon over dat je partners in de lokale campagne zijn. Dus als je de voorbije jaren, zoals wij ook vragen aan jullie om de ferrometer in te vullen, als je ook om de 2 jaar bijvoorbeeld, hè, vraagt aan je lokale partners om terug hun engagement te vernieuwen, dan heb je eigenlijk altijd een overzicht van jouw faire partners. Die je ook weer het aanbod kan doen om mee te doen aan zo'n faire ronde, zodanig dat ze nog eens in de schijnwerpers worden gezet. Dus bekijk zeker de ferrometer en de 6 criteria en het next level, om te kijken van ja, wie zijn jouw huidige partners? Ook een warme oproep om minstens 2 jaarlijks al die engagementen te vernieuwen. En ook nog natuurlijk, ja, de trekkersgroep is een heel belangrijke. Vraag zeker input aan collega's, hè, lokale economie, omgeving, vrije tijd. Want ik kan het niet genoeg benadrukken, een faire gemeente staat of valt met samenwerking. Samenwerking binnen de administratie zelf, dus met al jouw collega's. Want het is een faire gemeente en de titel is niet alleen de bekommernis bijvoorbeeld van een mondiaal ambtenaar, hè, of de bevoegde ambtenaren die hier nu bij ons zijn, maar het is echt wel de bekommernis van een heel, van en het beleid en al je collega's ook. Doe zeker ook een oproep via de interne communicatiekanalen. Ga via de gemeentelijke kanalen oproepen van hey, willen jullie, herkennen jullie je in dit engagement, lokaal geëngageerd zijn, ecologisch en fair denken en doen in je dagelijkse werking. Ja, herken jullie daarin? Neem contact op met ons. Wil je? Ga een partnerschap aan. En dat partnerschap houdt niet zo vreselijk veel moedjes in. Hè? Dat kan je terugzien in de criteria. En voilà, je bent eigenlijk vertrokken. Zeker en vast ook, als je geen trekkersgroep hebt of geen actieve trekkersgroep bijvoorbeeld, betrek ook inwoners via de participatieraden en adviesgroepen. Want elke gemeente heeft wel zijn participatieraden en adviesgroepen. Dus je kan daar zeker en vast ook bij terecht
voor input of via de regionale pers. Heel belangrijk. En dat hebben we ook vorig jaar gezien, hè. Maar vorig jaar, voor ons was het ook de eerste keer. Maar we vinden het wel heel belangrijk om de krijtlijnen strakker te houden, zal ik maar zeggen. Het is geen dag van de klant. De dag van de klant is een heel belangrijk iets, hè. Dat is in oktober, dat is een activiteit van Unizo. Het is ook geen dag van de korte keten, de week van de korte keten. Ik geloof dat dat nu een week later valt als de fijne ronde. Is ook een heel belangrijk initiatief. Zeker vol, allee, dat moet zeker verder gezet worden. Maar het is niet omdat je korte keten bent, dat dat sowieso wil zeggen dat je ecologisch en fair denkt en doet. Ja? Er zijn korte ketenproducenten die bij wijze van spreken geen ecologische standaarden hanteren. Hè? Dus gaan wij dat controleren? Nee. Hè? Er zijn 195 faire gemeenten. Maar ik denk dat het wel heel belangrijk is dat een faire gemeente of een organisator van een faire ronde daar wel kritisch naar is. Want anders, als je inderdaad zegt, wij zijn een faire ronde en dat zijn allemaal organisaties die ecologisch en fair denkt en doet in zijn dagelijkse werking, weet dat burgers heel goed weten dat dat soms niet is. Dus je verliest eigenlijk je, ja, moet ik het zeggen, de waarde van hetgeen wat je eigenlijk wilt uitstralen als je daar toch geen rekening mee houdt. Dus de faire ronde, de faire locatie, de partners in jouw campagne zijn enkel gericht op die partners die lokaal ecologisch en fair denken en doen. Ja? Dus die moeten echt wel met elkaar verbonden zijn. Wilt dat zeggen dat die andere events en zo er niet mogen zijn? Natuurlijk wel, hè? Maar laat die events bij die organisatoren liggen en inderdaad met een specifiek invalshoek, maar wees zelf kritisch naar de invalshoek wat eigenlijk een faire ronde is. Dus ga een langdurig partnerschap aan, hè? Langdurig partnerschap niet alleen voor die dag. En dat doe je inderdaad door een expliciete overeenkomst te maken, zodanig dat ze zich ook als partner in de faire gemeentecampagne engageren. Zo'n overeenkomst, die heb je ooit opgemaakt, sowieso toen je je dossier indiende om de titel van faire gemeente te krijgen eigenlijk. En eigenlijk om de 2 jaar moet je die ook eigenlijk terug benoemen, hè, al die partnerschappen in je ferrometer. Maar ik merk ook dat je, ja, het is niet omdat je dat 10 jaar geleden dat engagement bent aangegaan met een bepaalde locatie, dat dat nu nog altijd ja, actief wordt gedaan. Dus nogmaals, doe dat toch wel om de 2 jaar. Hoe organiseer je dit nu, een faire gemeente? Ja, we hebben, heel belangrijk, we hebben een handleiding gemaakt. Vorig jaar hadden we die ook al. We hebben die op basis van de evaluatie hebben we die geüpdate. Dus al die informatie die ik nu verteld heb, die vind je ook terug in de handleiding. Die wordt straks ook gedeeld met jullie. En die kan je ook zo vaak je wil raadplegen via de website www.defaireronde. Dus wij hebben inderdaad 12 stappen als tip meegegeven. Hè, want alles wat wij hier vertellen is inderdaad om jullie te ondersteunen en jullie op weg te helpen. Je zal merken dat door dat een eerste keer te organiseren, zodat je zelf ook wel ervaart wat werkt en niet werkt in jouw eigen faire gemeente. Hè, want elke gemeente heeft ook wel andere dynamieken. Dus, maar dit is eigenlijk wat een leidraad. Wat heel belangrijk is, is dat we willen vragen, als je inderdaad een faire ronde van plan bent om te organiseren, dat je je registreert de laatste op 1 maart. Registreren doe je door een mailtje te sturen naar info@defaireronde.be. En dan kunnen we jouw gemeente al als organisator op de website vermelden. Wil dat zeggen dat dan alles al in orde moet zijn? Nee, natuurlijk niet. Hè? Maar, en dat is de tweede stap eigenlijk die je eigenlijk wel in dacht moet zijn, is dat we de laatste op 1 april van
de gemeenten die zich geëngageerd hebben om een faire ronde te organiseren, om te laatst op 1 april onze link door te sturen naar van jullie gemeentelijke website, waar de informatie van jullie lokale faire ronde op komt. Want onze website, wij gaan alle lokale faire rondes wel erop linken, maar niet alle detailinformatie van elke faire ronde komt op die gemeenschappelijke website. Dat zou ons te ver leiden. Want het is ook gewoon heel belangrijk dat jullie eigen lokale faire ronde op jullie eigen gemeentelijke website en in andere informatiekanalen, dat jullie eigen burgers daar de informatie vinden. Wat ook een belangrijke is, is als je inderdaad die het is 12 mei, dat je dan eigenlijk niet stopt met die faire ronde. Hè. Je hebt heel wat partnerschap aangegaan. Je hebt misschien inderdaad filmpjes gemaakt of interviews gedaan met die faire locaties. Probeer toch ook nog die faire ronde een beetje te rekken. Hè. Bijvoorbeeld door elke maand, misschien tot de volgende keer, op je sociale media en zo, misschien een faire locatie in de picture te zetten. Zo hou je dat ook nog levend. Of ook om die faire locaties ook te betrekken bij andere activiteiten van een faire gemeente. Wat eigenlijk toch een beetje de bedoeling is van een partnerschap. Ik denk maar aan die faire locaties die heel expliciet inzetten op Fairtrade. Betrek die bij en de activiteiten die je al dan niet doet tijdens de week van Fairtrade. Die locaties die heel hard bezig zijn met lokale duurzame voeding en agro-ecologie. Betrek die bij het Food Film Fest in november, december, als je dat ook organiseert in jouw faire gemeente. Dus ja, de partnerschappen die je aangaat, daar ga je gewoon eigenlijk in al je acties en activiteiten, engagementen als faire gemeente, kan je daarmee aan de slag gaan. Voilà. Ik zei dat straks ook. Ja, er is best wel wat ondersteuning van de nationale coördinatie. En daar gaan we eventjes verder op in. Zoals ik gezegd heb, een handleiding. 16 pagina's met wel wat bijlagen. Je kunt zeggen oei oei, heel veel. Maar ja, je pikt eruit natuurlijk wat voor jou belangrijk is of waar je nood aan hebt. Wat ook heel belangrijk is, want we hebben daar straks gezien dat er toch heel wat mensen van de plaatselijke wereldwinkels hier aanwezig zijn. De wereldwinkels zijn voor ons ook een heel belangrijke partner, maar zeker en vast ook voor een faire gemeente. Hè. Oxfam België is ook een van de 4 partners in de faire gemeentecampagne. We hebben gemerkt in het vorig jaar dat het voor sommige lokale besturen zelf op een of andere manier waren redenen dat het niet echt mogelijk was dat de ambtenaar de lead nam in het organiseren van een faire ronde. Maar we hebben gezien bijvoorbeeld in Merksem, dat is een district in Antwerpen, dat daar de plaatselijke wereldwinkel. Zij hebben de lead genomen om eigenlijk die faire ronde te organiseren. Dus zij hebben inderdaad gezien wie zijn hier onze partners in het district Merksem. Wat ja, als je dat op, dat is toch ook wel een dorp, bij wijze van spreken, van 30.000 inwoners. Hè. Dus zij hebben de lead genomen en zij hebben eigenlijk een faire ronde georganiseerd. Zoals eigenlijk, ja, in plaats van dat de ambtenaar daar de lead heeft genomen, heeft de verantwoordelijke van de wereldwinkel dat gedaan. Dus dat kan perfect, maar het is wel heel belangrijk, en dat was in het district ook, dat toch op een of andere manier het lokaal beleid daarbij betrokken is. Al gaat het maar over de promotie, de website. Hè, want het is niet de bedoeling dat er een link wordt gelegd naar de website van de wereldwinkel om dan alle informatie over die faire ronde te krijgen. Nee, het is wel de bedoeling dat eigenlijk het lokale bestuur wel betrokken is, al gaat het maar over de promotie en zo. Want het kan niet zijn dat een faire ronde alleen maar door een trekkersgroep of vrijwilligers helemaal in handen wordt genomen. Dat lijkt mij ook niet echt eerlijk, hè? Het engagement gaat uit van een lokaal bestuur. Dus dat lokaal bestuur moet ook wel op een of andere manier zijn.
Ja, ze verantwoordelijkheid daarin nemen. Hè? En in het district Merksem is dat een perfecte samenwerking geweest. Dus inderdaad, het lokale bestuur daar heeft alle promotie gedaan, heeft bijgedragen om flyers mee te drukken bijvoorbeeld, heeft alle informatie op de website gezegd, heeft dus een mooie pagina gemaakt en zo. Dus zij hebben ook wel hun rol opgenomen, wat ook heel belangrijk is. De handleiding. Er is een digitale toolkit. Die digitale toolkit, daar een kant-en-klaar aankondigingsfilmpje. Dus dat is eigenlijk het filmpje dat je daar straks in het begin hebt gezien. Maar het einde is wat anders, hè? Want dit was eigenlijk een filmpje om jullie als organiserende fijne gemeente te triggeren. Dat heb je op het laatste gehoord, hè? Dat we expliciet, Dimitri Leu was dat, die expliciet zei van, hey, kom aan gemeente, kom uit jullie kot. Maar dus we hebben een filmpje op maat van burgers dat jullie à volonté kunnen verspreiden. Er zijn ook heel wat basisteksten gemaakt. Een oproep die je kan gebruiken op de website, in het gemeentelijk magazine. Een voorbeeld van een persbericht komt er nog aan, staat er nu nog niet in, maar een persbericht waarmee je inderdaad ook lokale en regionale pers kunt triggeren op voorhand van hey, we gaan een fijne ronde organiseren. Of kunt uitnodigen ook om op die dag mee de fijne ronde te gaan doen. We hebben er nog eens een voorbeeldbrief, een voorbeeld voor een wervingsbrief voor fijne locaties ingezet. Een overeenkomst voor die fijne locaties, hè, dat je niet alleen tijdens de fijne ronde kan gebruiken, maar eigenlijk het hele jaar door om fijne partners voor jouw campagne te werven. Ook een tipsheet voor locaties met lef. Ik kom er straks op terug, want als het over promotie maken gaat, ja, de organisator maakt natuurlijk heel veel promotie, maar het is toch ook wel aan te raden dat ook die locaties met lef zelf ook promotie maken voor het feit dat ze deelnemen. Dus we hebben ook een tipsheet gemaakt voor die fijne locaties en je dat met hen kunt delen en zo. En heel wat digitale formats die je op maat van jouw gemeente kan aanpassen en zelf kunt laten drukken. Dus wat zit daar zoal in van digitale format? Dat is een affiche. Een stempelkaart, want dat is bijvoorbeeld wat ze in Halle hebben gedaan en ook in Oostkamp. Daar hebben ze inderdaad, je kon stempels verzamelen. Dus hoe meer, bijvoorbeeld in Halle was het, als je 3 stempels van een fijne locatie verzamelde, dan kon je een smoothie komen trappen op het marktplein. Had je 10 stempels verzameld, dan kon je een pannenkoek gaan eten. Dat was in de plaatselijke school, denk ik, waar vrijwilligers van de Wereldwinkel en ik denk ook nog van Ferm of zo pannenkoeken bakten. Dus je kunt heel wat organisaties daar rond verzamelen. Maar zo heb je ook, zo daag je deelnemers uit om zoveel mogelijk fijne locaties te gaan bezoeken. In Oostkamp, geloof ik, nee, was het in Oostkamp of in Merksem, ik weet het niet meer, ik ben het kwijt, hebben ze een stempelkaart gebruikt die je nadien. Dus je moest overal stempels verzamelen in al die fijne locaties. Had je er minstens, ik zeg maar, er waren 10 fijne locaties, had je er minstens 8 bezocht, dan kon je de stempelkaart met jouw gegevens in een urne steken. Daar, na de fijne ronde, werd daar een winnaar uitgekozen die dan een fair pakket, of een pakket met lef, aangeboden kreeg. En een maand later werd dat pas uitgereikt. Dat kwam nog eens op de sociale media. Dat werd nog eens in het magazine gepost. Dus zo laat je die fijne ronde en die engagementen als fijne gemeente ook nog wel wat langer duren dan tweede zaterdag in mei. Je hebt hier een mock-up, een schabloon van een plannetje dat je inderdaad helemaal zelf op. Dus dat je kan opmaken met jouw fijne locaties. We hebben heel wat sociale media templates erin steken. Dus die je zelf met foto's van je eigen fijne locaties of wat dan ook kunt aanvullen om op jouw sociale media te gebruiken. Er zit hier een voorbeeld in, een mock-up van een Nadar Hek banner. In Halle hadden ze die bijvoorbeeld zelf gemaakt. Niet met de datum, de datum van dat jaar op, maar gewoon de tweede zaterdag van mei. Zo kan je die elk jaar verder gebruiken.
stickers om uit te delen aan, dus raamstickers die vrij groot zijn, 20 op 20 centimeter, om uit te delen aan elke faire locatie, zodanig dat ze die op voorhand op hun raam kunnen stickeren. Hetzelfde met de affiches om rond te delen aan al die faire locaties. Dat ze ook op voorhand kunnen aangeven dat ze deelnemer zijn. En een fietszadelhoesje zit er ook in, dat je inderdaad zelf kunt laten drukken als je dat wilt meegeven aan deelnemers. Dus dat is het digitale toolkit waar je naar hartelust in kan gaan snuisteren om het materiaal voor jouw lokale faire ronde op te maken. Je krijgt ook elke deelnemende faire ronde krijgt ook een basispakket aan fysiek materiaal. En dat basispakket dat bestaat uit A3-affiches. Dus affiches die, dat zijn de algemene affiches, hè, zoals je ze hier ziet. Dus je krijgt een basispakket van affiches, zoveel affiches als dat er faire locaties meedoen. Plus nog wat extra, zodanig dat je ook bijvoorbeeld in de BIEB of in de school, gemeentelijke scholen of wat dan ook, affiches kunt op voorhand ronddragen. Je krijgt ook 50 postkaarten op voorhand, zodanig dat je die bijvoorbeeld in displays kunt steken. Of wie weet, wel naar x aantal organisaties of zo kunt sturen om ze uit te nodigen om deel te nemen, bijvoorbeeld. Je krijgt inderdaad ook de raamstickers. Dus voor elke deelnemende faire locatie krijg je op voorhand de raamstickers van ons bezorgd. En je krijgt ook 5 fietszadelhoesjes sowieso in je pakket. En daar kan je ook weer op voorhand, je kan dat op voorhand uitdelen aan mensen ter promotie. Je kan ook de eerste 50 deelnemers aan die faire ronde dat uitdelen bijvoorbeeld. In ieder geval, daar kan je zelf mee aan de slag. Wat we ook nog mee in dat basispakket steken, zijn inderdaad nieuwe folders die we gaan ontwikkelen over een faire gemeente. Hè. Wat is een faire gemeente? En daar zal ook wel informatie staan over wat is dan die faire ronde. Hè. En wat is dat engagement, die LEF-principes, dat lokaal engagement voor ecologisch en fair produceren en consumeren. Dus dat is een folder die we nu in de loop van deze maand gaan ontwikkelen. En sowieso de gemeenten die deelnemen aan de faire ronde, die gaan dat al in hun basispakket krijgen. Gemeenten die niet deelnemen aan de faire ronde, gaan dat ook krijgen, hè, daar niet van. Maar dat zal misschien wat later zijn. Dus dat is het basispakket van fysiek materiaal dat elke gemeente die zich registreert, want daarom is het heel belangrijk dat dat op 1 maart gebeurt. Want vorig jaar hebben we het materiaal, ja, dat was eigenlijk wat te laat dat dat tot bij jullie kwam, maar dat heeft er ook mee te maken, ja, wij kunnen pas laten drukken als we weten hoeveel er meedoen. Ja, want dat zijn zaken waar toch datums op staan, dus ook omwille van duurzaamheid wil ik er niet te veel in overschot laten drukken. Wat is er ook nog aan ondersteunend materiaal? Dat is inderdaad die algemene website. Ik ga ze nu niet allemaal laten zien, die websites, want dat geeft een beetje rompslomp in het delen van het scherm en zo. En ja, dat gaat ons een beetje doen vertragen. Maar in ieder geval, er is een website ontwikkeld, www.deferreronde.be. Die wordt door ons, door dus de nationale coördinatie, up-to-date gehouden. Dus vanaf volgende week maandag vind je daar ook de handleiding terug, bijvoorbeeld. Vind je ook de registratie voor Cadanza terug. Dus dat is gewoon op Cadanza, de link natuurlijk naar Cadanza klikken. En dan kan je je sowieso registreren en kan je aan al die digitale formats aan. Ja? Om al dat niet op maat te laten maken. Er staat algemene informatie op. Onder in de kijker, hier dus, staan heel wat, ik denk nu een negental voorbeelden, reportages, artikeltjes eigenlijk over faire locaties, locaties met les van vorig jaar. We hopen natuurlijk dat we een aantal nieuwe erbij kunnen plaatsen. Dus zo gauw we zien welke faire locaties jullie allemaal aanbieden, gaan we contact met jullie opnemen, de organisatoren, om
een aantal van de fairlocaties uit jouw gemeente misschien gaat komen interviewen. En die krijgen daar een plaats. Die krijgen niet alleen daar een plaats, daar gaan we ook mee aan de slag om die op sociale media en in onze nieuwsbrieven ja, die naar voren te laten komen. Ook wel als promotie, als trigger van hey, doe mee met de faire ronde achtereen in jouw faire gemeente. Dan hier onder faire gemeente komen al de gemeenten die inderdaad meedoen aan de faire ronde. Dus in eerste instantie, vanaf 1 maart gaat daar alleen maar je naam staan. Ik zeg maar, alle. Dus dat is ook per provincie opgedeeld. En na 1 april komt daar de link achter. Die verwijst naar jouw website waar de details van jouw faire ronde op staan. Dan is er ook nog een persluik. En dan voor organisatoren. Dat is eigenlijk ook voor jullie. En voor ook de locaties met lef. Waar en de handleiding zal te vinden zijn. De tipsheet voor de locaties met lef. Dus daar vinden jullie ook de informatie terug die ik jullie eigenlijk nu nog aan het vertellen ben. Promotie en pers, nationaal, daar tekenen wij ook voor als nationale coördinatie. Dus we gaan natuurlijk partnerschappen aan of verder uitbreiden met al onze partners. Hè. Dus dat is voor de faire gemeentecampagne, is dat Fairtrade Belgium, Oxfam België, Ricolto en 1111. Dus ja, die heb ik hier nu niet bijgezet, ben ik vergeten. In ieder geval, zij engageren zich ook om in hun eigen, op hun eigen nieuwskanalen en mediakanalen ook zoveel mogelijk promotie te maken voor de faire ronde. Maar ook Voedsel Anders, hè, de koepel van de agro-ecologie, waar al die partners van onder criterium 6 zitten, die gaan we ook. Die nemen we ook mee in ons partnerschap om zoveel mogelijk van hun leden aan te moedigen om deel te nemen. He, dus dat wil zeggen dat langs de ene kant kunnen jullie als organisator binnen je eigen gemeente al die locaties, al die partners aanschrijven van hey, word partner in onze faire gemeentecampagne en doe dus ook mee met de faire ronde. Langs de andere kant zijn er misschien ook wel, ik denk maar aan vorig jaar was het heel opvallend dat er heel wat kringwinkels die zagen dat in de gemeente naast hun dat er een faire ronde werd georganiseerd waar de kringwinkel mee als partner in zat, die mailden naar mij van hey, waarom mogen wij niet meedoen? En ik zeg maar ja, tuurlijk jullie mogen meedoen, maar dan moet je wel partner worden in die faire gemeentecampagne van jouw faire gemeente. Dus het kan ook andersom zijn. Dat kringwinkels bijvoorbeeld of een bioboer zegt van dat die jou contacteren en dat die zeggen van zeg, er wordt hier in het naburige dorp een faire ronde georganiseerd, waarom doen wij dat niet? Hè? En natuurlijk, stel dat je toch beslist of het lukt echt niet om die dit jaar te organiseren, laat die dan ook niet gaan, die mensen die jou vanzelf contacteren, maar haal die al binnen als partner in jouw faire gemeentecampagne. Want dan zitten die al mee als partner. En dan heb je ze volgend jaar veel gemakkelijker mee te engageren om een faire ronde te organiseren. He, dus maak daar gebruik van. Ja, we gaan ook een heel communicatieplan uitrollen. He, die website is daar het hart van onze communicatie eigenlijk. Wij gaan ook een hele. En vorig jaar hebben we dat ook gedaan. Dat is heel goed geëvalueerd. Dus dat we eigenlijk een contentplan opmaken met posts voor op sociale media. We maken ook al visuals en zo op. We zetten dan hier in Excel met tekst en zo erbij. We sturen die naar elke deelnemende gemeente. En dan is het aan jullie om samen met jullie communicatiedienst of communicatiemedewerker ook op lokaal vlak eigenlijk zo'n sociale mediacampagne uit te rollen. Of een andere campagne natuurlijk. Ja, wij doen ook een oproep naar het algemene publiek om deel te nemen. Aan die faire ronde, hè, in nieuwsbrieven, op sociale media, ook van alle partners. En we gaan ook een aantal reportages, maar reportages in de zin van geschreven reportages, artikels maken van locaties met lef en die delen. We voorzien ook een nationale persactie, hè, want wij kunnen niet al die lokale pers bereiken, maar wel een nationale persactie.
En we doen ook een persactie in een nog nader te bepalen faire gemeente. Vorig jaar zijn we naar Sint-Truiden en naar Halle gegaan. In Halle was ook de minister aanwezig, bijvoorbeeld. Dus dat wordt dan ook wel wat opgenomen door pers. Natuurlijk, we zouden heel graag nationale pers, hè. Mijn droom is toch, ik droom altijd heel groot, hè. Want dat moet je ook, vind ik, als je echt in iets gelooft. Ik zou heel graag natuurlijk het VRT-journaal of het VTM-journaal halen. En we gaan er elk jaar voor, maar je weet hoe dat is met nationale pers. Ja, als er iets heel dringend gebeurt, ja, dan wordt er aan zoiets als een faire ronde geen aandacht besteed. Maar we gaan toch onderzoeken of we een mediapartner kunnen betrekken. En een mediapartner, dat wil zeggen dat inderdaad dat we gaan zien op Radio 2, want Radio 2 is een belangrijk, omdat het hier allemaal over regionale activiteiten gaat, of we die als mediapartner kunnen verleiden. Maar ik zeg het, dat zit in een onderzoeksfase. Het is ook zo dat als je inderdaad ook nationale aandacht op radio of zo wilt, zonder dat er echt een partnerschap is, dat dat heel veel kost. En dan gaat dat inderdaad over €20.000 of zo om een campagne op radio of zo te laten lopen. En natuurlijk, hè, een faire gemeentecampagne is een campagne die met weinig geld moet werken. Maar we gaan het onderzoeken. Stel nu dat er. En het is ook natuurlijk afhankelijk van hoeveel faire gemeenten dat er een faire ronde organiseren. Want €20.000 voor, ik zeg maar iets, 40 faire rondes, ja, staat niet echt in verhouding. Maar eigenlijk, hey, hoe meer faire rondes dat er meer doen, hoe meer ook Radio 2 bijvoorbeeld zal geïnteresseerd zijn om een mediapartnerschap op te zetten. Dus wordt onderzocht. Ja. En dan is het natuurlijk ook aan jullie natuurlijk om rond promotie en pers, hè, want dat is toch wel een heel belangrijke. Dat hebben we vorig jaar ook gemerkt, en ik zie dat ik nog maar 3 minuten heb. Je kan een prachtig van een faire ronde hebben georganiseerd met heel knappe locaties en zo, maar als jouw burgers, jouw inwoners niet weten dat dat plaatsvindt, dan komt er niemand. Dus het is heel belangrijk om niet alleen aandacht te besteden aan die organisatie, maar zeker en vast ook over aan de communicatie en de promotie. Ik wil daar heel hard voor oproepen om samen te werken met jouw communicatiedienst of communicatiecollega. Want ook weer daarin, het is niet alleen de organisator die daarvoor verantwoordelijk is. Het is de verantwoordelijkheid van dat lokaal bestuur als ze zich daarachter zetten om dat ook zo wijd mogelijk te verspreiden. Dus ik heb een heel aantal tips erin gezet om daar zeker mee aan de slag te gaan en begin daar ook op tijd mee. Heb je hulp nodig? Voilà, wij zoeken mee, hè? Dus heb je nog een vraag na heel deze webinar, na de vragenronde? Stel je vraag, bel mij, mail mij. Heb je nood aan ander of extra communicatiemateriaal? Vertel het ons dan ook. Stel dat je toch een geweldig idee hebt, maar je denkt van oké, hoe moet ik dat hier ontwerpen? Ik kan toch niet verder met het communicatiekit of mijn communicatieambtenaar of collega ook niet. Vertel het dat ons, dan laten wij het ontwerpen als het ook voor andere gemeenten handig is. Want als je echt iets op maat wilt, ja, dan moet je het zelf doen, hè? Dan moet je het zelf doen. Langs een andere kant, kan je het niet zelf of heb je geen collega die goed is in vormgeving of wat dan ook? Polta, dat is het communicatiebureau dat heel deze visuals en zo hebben uitgewerkt, die kunnen jou ook wel verder helpen, hè? Bijvoorbeeld, zij kunnen een kaartje op maat maken met jullie informatie, maar weet wel dat dat dan op eigen kosten is, hè? Dus wij geven jullie alle mock-ups waar jouw communicatie collega of het vormgevingsbureau waar jullie misschien al mee samenwerken, zelf mee aan de slag kan. Heb je toch ondersteuning nodig? Heb je zo niemand? Dan kan je terecht bij Volta. Maar dan moeten jullie het wel zelf betalen. En ook zelf regelen. De contactgegevens van Volta en de persoon die jou daar gaat helpen, dat is Matthijs, die vind je ook terug in de handleiding. Ja, en voor alle andere vragen en nood aan ondersteuning, ja, ben ik voor jou de contactpersoon.
Dit zijn nog een aantal nuttige links. Dat zijn eigenlijk alle links die ook in de die ik eigenlijk vermeld heb daarjuist, al die organisaties. Maar ik heb ze nog eens in de PowerPoint gestoken, zodanig dat je ze allemaal op één slide hebt. Hoe neem je deel aan de fijne ronde? Hè? Eigenlijk het begin is registreer je gemeente de laatste op 1 maart. Voilà, dat is een heel belangrijke. Dan weet ik welke gemeente dat ik op de website moet zetten en wie ik kan contacteren en waar we inderdaad een community van fijne rondes mee kunnen vormen. En dan zijn we nu bij het vragengedeelte aangekomen. En het is net 12 uur, hè. Koen, verras mij. Yes, ik heb de vragen, ik probeer ze een beetje te bundelen. Eerst is er een hele reeks vragen in verband met de locaties, de LEF, de verre locaties met LEF. Een eerste vraag is in verband met een lokale kaasmakerij, of dat die eventueel mag meedoen, ook al verkoopt die geen producten uit het zuiden. Hoor jij mij goed, Bianca, of niet? Zo goed. Wacht, ik ga even de stoppen met delen. Is dit beter? Nog steeds niet? Nee, heel vreemd. Nu hoor ik jou niet meer. Ah nee, en nu? Ja, nu hoor ik jou terug. Dus jij hoort mij, hè? Ja, ik hoor jou niet zo heel hard, maar ik ga heel stilletjes zijn. De eerste vraag is, er is een recente vraag in verband met de locaties, de verre locaties met LEF. Een eerste vraag is een lokale kaasmakerij goed genoeg, ook al verkoopt hij geen producten uit het zuiden? Ja. Ja, die lokale kaasmakerij, hè, in eerste instantie moet je zelf ook nagaan in hoeverre dat die inderdaad ook ecologisch en fair handelt, hè. Kaasmakerij, dan denk ik aan runderen. Misschien is dat ook een runderboerderij. Hè? Of dat die inderdaad ja, ook volgens ecologische, agro-ecologische normen werken. Dat die lokaal inderdaad, hè, die biedt dan aan de boerderij waarschijnlijk ook die producten aan. Want stel dat dat een kaasmakerij is die alleen maar op export gericht is, ja, dan oké, die wel. Die is lokaal omdat die in jullie gemeente huist, maar eigenlijk is die niet gericht op lokaal verkoop. He, dus dat is, ja, dat is eigenlijk gericht op export. Dus dan zou dat niet eigenlijk in de faire gemeentecampagne horen. Ook om in de faire gemeentecampagne te horen, ja, gaan we er ook wel van uit dat zij zelf ook wel... ze moeten die Fairtrade-producten misschien niet verkopen, maar wel daar ook mee bezig zijn in hun eigen werking. He, stel dat dat, mens, dat, dat een kaasmakerij is die ook mensen te werk stelt of zo, dan ga ik ervan uit dat hun medewerkers ook al koffie en thee krijgen te drinken, dat zij toch ook wel hun medewerkers, allee, dat koffie of wat dan ook wel fairtrade is. Dus op zo'n vlak kunnen zij ook die faire gemeentecampagne naar voren brengen. Maar dat vinden we wel heel belangrijk, dat die solidariteit tussen de producenten van hier, de producenten in het zuiden, dat dat ook gewaarborgd is. Ja, dan een gelijkaardige vraag in verband met een fietsbibliotheek. Een fietsbibliotheek waar geen Fairtrade producten worden verkocht. Ik vermoed dat het antwoord min of meer gelijkaardig is als... Ja, dat is inderdaad gelijkaardig, want die fietsbibliotheek, hè, dat is, vorig jaar was er zo één, ik geloof in Sint-Truiden, dacht ik. Dat zijn ook vrijwilligers, dus die drinken ook koffie. Hè? Die eten ook wel eens een chocolaatje en zo. Dus dat is heel belangrijk. Dat is eigenlijk het criterium 3. Hè? Dus ook scholen of bedrijven waar je... Dus laat ze ook dat engagement, dat ze tenminste als ze koffie aan hun vrijwilligers geven... Het gaat eigenlijk maar over twee Fairtrade producten. Hè? Dus, en dat is eigenlijk hetgeen wat we met die faire ronde of die faire gemeentecampagne ook willen doen, hè. Want die faire ronde is een veruitwendiging van je faire gemeentecampagne. Is dat, dat al die organisaties die dat ik weet nu belangrijk vinden om lokaal geëngageerd te zijn, dat die ook bezig zijn met de wereld buiten dat dorp. Hè? Ja. Ja, dat engagement naar Fairtrade in de eigen werking op een of andere manier, ja, dat is heel belangrijk. Oké, en dan nog een vraag. Is het dan de bedoeling dat de trekkersgroep gaat beoordelen of een landbouwer al dan niet ecologisch werkt? Ha,
Is dat aan de trekkersgroep of dat is aan de trekkersgroep in samenwerking met het lokaal bestuur, hè? Allee, ja, ik ga ervan uit dat een lokaal bestuur zijn engagement als veilige gemeente au sérieux neemt. En dat ze inderdaad ook wel. En pas op, ik snap, hè, het lokaal bestuur, allee, als het gaat over mandatarissen en zo, hè, je hebt dan bijvoorbeeld de schepen van middenstand of de schepen van lokale economie. En die schepen gaan zeggen, ja, maar iedereen hier bij ons is lokaal. Ja, dat is waar, want je woont in dat dorp. Maar dat wil niet zeggen dat je hè, dat lokaal engagement gaat niet alleen over lokale tewerkstellingen. Ik ga ervan uit dat een bedrijf dat ergens woont, inderdaad, de meeste mensen die daar werken, wel uit de buurt komen. Maar dat is niet genoeg, hè. Dus, en ik zeg het daar, hè, als het gaat over de dag van de klant, maar dat die schepen van lokale economie misschien heel belangrijk vindt, dat is goed. Maar dat is in oktober, dat is de dag van Unizo. De faire ronde is inderdaad die partners. Die organisaties, bedrijven en zo, die lokaal geëngageerd zijn en ecologisch en fair denken en doen in hun dagelijkse werking. Dus is het aan de trekkersgroep? Dat is wat moeilijk misschien om dat zelf naar voren te brengen. Ik denk dat het engagement is van een lokaal bestuur in samenwerking met zijn partners om daar authentiek en eerlijk en een eerlijk engagement in op te nemen. Fair engagement, in principe. En dan een vraag, maar ik denk dat het antwoord redelijk duidelijk is. Mogen bedrijven ook deelnemen die niet biogecertificeerd zijn? Ja, zolang, ik vermoed van wel, zolang dat ze dan de agro-ecologische principes. Agro-ecologie omarmen. Dat wil zeggen, ik heb het daar juist al gezegd, het is niet omdat dat je prei kweekt en dat je, denk maar aan groenten kweekt en dat je die ook verkoopt aan jouw eigen boerderij, dat je op een ecologische manier eigenlijk je productie doet. Hè? Het is daar met korte keten staat niet altijd, is niet altijd evenredig met ecologisch. Tuinieren of ecologisch produceren. Hè? Dus je hoeft niet bio-gecertificeerd te zijn, maar toch wel echt die agro-ecologie omarmen. Ja, en dan was er een vraag in verband met supermarkten. Kunnen supermarkten ook deelnemen, want die hebben toch wel heel veel fairtrade producten? Ja, zeker en vast. Supermarkten kunnen zeker en vast deelnemen. Vorig jaar, ik zeg het, de BioPlanet, die hebben onszelf gecontacteerd. Dat was eigenlijk ook wel omdat in Halle had de verantwoordelijke ambtenaar die zelf gecontacteerd. En tuurlijk mogen zij meedoen. Ook in jouw criterium van een faire gemeente, criterium 2, wordt expliciet gevraagd van. En 20 jaar geleden, toen de campagne pas begon, moest je die supermarkten en die kruideniers dat zelf nog gaan vragen. Maar tegenwoordig zelfs een gewone kruidenier, een zelfstandige Carrefour of zo bijvoorbeeld, die hebben Fairtrade in huis. Dus graag. Alleen gaan ze het expliciet vragen en maak een overeenkomst op. Want partner zijn in een faire gemeentecampagne is meer dan alleen maar 1 dag per week de faire ronde meedoen, hè. Dat wil ook zeggen dat je daar tijdens de week van de Fairtrade mee kunt samenwerken. Dat je die kan vragen om mee zo'n kit, zeg maar iets zo, een winnend pakket mee te vullen of zo. Hè? Wat is hun win daarin? Dat zij ook als supermarkt kunnen laten zien van hey, kijk, wij zitten hierin met dat ecologisch en fair engagement. Hè? Dus voor hen is dat ook een win. Wat wel heel belangrijk is, is dat je hen ook vraagt om op de dag van de faire ronde, als ze meedoen, ook iemand vrij te stellen van hun personeel, bij wijze van spreken, die uitleg kan geven, die een proevertje kan aanbieden. Bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, of die een quiz kan ineensteken. Want dat was wel wat er de evaluatie van van de deelnemers die naar de BioPlanet waren gegaan in bepaalde gemeenten, dat daar niks te doen was, dat daar geen mensen waren om vragen aan te stellen. Nu, pas op, dat was niet alleen in de supermarkt, dat was ook op sommige andere locaties. Als je als locatie deelneemt aan die faire ronde, ja, dan moet je ook zien dat er iemand mensen kan onthalen die uitleg kan geven. Ook in een kringwinkel of zo bijvoorbeeld. Oké, okay. Dan waren er een hele reeks vragen ook in verband met
Ja, hoe dat je dat dan doet in verband met bijvoorbeeld samenwerken met andere faire gemeentes. De eerste vraag dan, is dat mogelijk? En dan de tweede vraag in lijn daarmee, als dat effectief op die manier gebeurt, moet elke gemeente zich dan afzonderlijk registreren, ja of nee? Samenwerken over de grenzen heen, ja, dat is kei tof, hè? Dat in het Turnhoutse, hè, daar de gemeente rond Turnhout, die hebben dat vorig jaar al gedaan. Ja, dat zou kweetje tof zijn. Dan kan je bijvoorbeeld, als je echt een fietstour of zo wilt organiseren, ja, dan kan je over de grenzen fietsen en dan heb je misschien een dagvullende activiteit. Dus zeker en vast, ik raad dat heel hard aan. Ook niet alleen omdat dat ook voor deelnemers leuk kan zijn, maar ook omdat het jullie werk kan vergemakkelijken. Hè? Dus de ene is misschien heel goed in promotie maken, de andere is heel goed in pers. Dus ja, zo kan je de taken ook verdelen. Moet je je apart registreren? Ja. En waarom? Omdat bijvoorbeeld Ravels en Beerse werken samen niet uit. Ik ben een inwoner van Ravels, ik ga niet naar Beerse kijken. Op de website of wat dan. Dus het is belangrijk dat je apart registreert of iemand zegt mij: Hey, Bianca, Beersen en Ravels werken samen. En dan registreer ik jullie wel op de website. Hetzelfde, zowel Ravels als Beersen moet ook wel zijn programma op hun eigen website hebben staan. Want ik als inwoner van Ravels kan niet naar de website van Beersen kijken. Snap je? Maar je kan dat samen opmaken en dat kan dezelfde pagina zijn, hè, bij wijze van spreken, of dezelfde link of zo. Ja, en misschien in die zin ook nog aanvullen dat Stefan Lano van de provincie West-Vlaanderen ook in de chat schrijft dat als er samenwerking is met verschillende gemeenten, dat die ondersteuning kunnen krijgen vanuit de provincie, vanuit het provinciaal reglement Wereldburgerschap stimuleren in West-Vlaanderen. Voilà. Hip, hip, hooi voor provincie West-Vlaanderen. Dank u wel. en dan was er. Sorry, zeg Ja, maar. ik ben eigenlijk vergeten te zeggen daar straks. Het is niet zo dat je een vastgelegde route moet doen of zo. Bijvoorbeeld Oostkamp, Sint-Truiden heeft dat gedaan bijvoorbeeld. Die hebben een vaste route gedaan. Maar Halle heeft dat bijvoorbeeld niet gedaan. En dat kan perfect. He, want het zou een beetje raar zijn dat partners die jaar en dag partner zijn in jouw fijne gemeente en die... Maar die zitten per ongeluk niet op de route die jij aan het uitstippelen zijn, dat die op die faire ronde niet zouden kunnen meedoen. Dus ik zou sowieso alle faire partners die open deur willen doen op die dag van de faire ronde, sowieso wel opnemen in jouw communicatie. Die ook iets laten organiseren. Maar het is niet omdat ze niet op de route zitten die jij voor dit jaar hebt uitgewerkt, dat je ze moet weren uit jouw faire ronde, want dat is spijtig, want dan heb je ze de volgende keer misschien niet meer mee. Dus je hoeft geen route uit te stippelen. Je kan ook zeggen: Oké, dit zijn alle faire locaties, daar wordt overal iets gedaan. Je vermeldt dat ook in jouw communicatie wat ze daar doen. En dat je ze inderdaad door middel van een stempelkaart of zo mensen kunt dwingen om daar naartoe te gaan. Hè? En stippel je toch een ronde uit en bijvoorbeeld de kringwinkel ligt niet op die ronde, maar ze willen heel graag toch meedoen en in de communicatie opgenomen worden, zie je dan dat die ook op het plannetje staat. Alleen, want dan kan ik bijvoorbeeld met mijn kind, die na de helft van die tour het al beu is, maar toch heel graag naar de kringwinkel wil, kan ik toch nog naar de kringwinkel gaan. En daar is dan ook iets te doen op die dag van de faire ronde. Ja, en dan nog een vraag ook van iemand uit Boortmeerbeek. Boortmeerbeek is geen faire gemeente. Kan die ook een faire ronde organiseren? Nee. Nee, spijtig, hè. Maar wat je wel kan doen, want hoogstwaarschijnlijk is dat een wereldwinkel. Wat je wel kan doen, is jouw zoveel mogelijk faire partners rond jou verzamelen en jouw gemeentebestuur er proberen van te overtuigen om faire gemeente te worden. En lukt het niet met deze coalitie? Dat is het goede aan 2024. Dus het is een verkiezingsjaar, dus wie weet lukt het met de volgende coalitie. Het is inderdaad, een faire ronde is een activiteit van faire gemeenten en dat is een eerste voorwaarde. En dan nog een paar praktische vraagjes ook in verband met communicatie.
Nog een verduidelijkingsvraag over wanneer het basispakket beschikbaar zal zijn. En ook of dat dan het basispakket, of ik vermoed de digitale toolkit, ik vermoed dat ze daar hetzelfde mee bedoelen, is die pas beschikbaar na de registratie? En of dat die dan ook wordt toegestuurd naar de gemeente? Dat basispakket, dat is eigenlijk een website, www.cadanza, hè, ik heb het daar juist gezegd, dat is nu al beschikbaar. Dus, je moet daar, dus jullie krijgen de opname en de PowerPoint en zo morgen van mij in jullie mailbox. En dat is nu al beschikbaar. Dus je moet je gewoon dus je moet inloggen, je zal je naam moeten geven en weet ik allemaal, vorig jaar moest ik jou toelaten, dit jaar... gaat dat anders zijn? Dus ik hoef jou niet toe te laten. Je kan je gewoon registreren. Dus dat is nu al beschikbaar. En de handleiding is nu ook al beschikbaar. Het gedrukt materiaal dat we naar jullie gaan sturen, dat gaat pas zijn na registratie. Want we gaan natuurlijk geen materiaal drukken voor nu 195 gemeenten, hè? Ja, en dan een interessante vraag over iemand die eigenlijk vraagt van ja, kijk, ons lokaal bestuur wil via haar kanalen geen reclame maken voor privéorganisaties, of dus ja, handelaren of dergelijke die deelnemen aan de verre ronde, omdat ze vinden dat ze daarmee die organisaties, handelaren en dergelijke bevoordelen. Dus dat eigenlijk reclame is voor die locaties. Heb je eventueel tips of inspiratie of zo, zodanig dat er kan worden geargumenteerd aan het lokale bestuur dat dat wel een goed idee is? Ja, dat lokaal bestuur heeft zelf het engagement aangegaan om een faire gemeente te worden. En een faire gemeente, dus als dat lokaal bestuur dat op serieus neemt, wil inderdaad zeggen dat je partnerschappen aangaat. Dat je ook die partnerschappen voor een deel eigenlijk stimuleert. Dus ik vind het een beetje gek. Ja, het gaat eigenlijk over... Eigenlijk hoor ik hier nu een lokaal bestuur dat eigenlijk geen faire ronde wilt organiseren. Want eigenlijk als je als bestuur een faire gemeente zijt, dan zeg je net van die partners die ecologisch en duurzaam produceren, verbruiken en ook eerlijke handel voorstaan, ja, daar zijn wij fan van. Dus... Ik vind het een beetje, ja, eigenlijk hoor ik hier een bestuur dat geen faire ronde wilt organiseren. Want eigenlijk zou je, allee, is dat bevoordelen? Ja, tuurlijk is dat, voor een deel is dat bevoordelen. Je beloont ze omdat ze nou net ecologische en faire engagementen opnemen. Zoals eigenlijk ook het lokaal bestuur doet door een faire gemeente te zijn. Dus ik denk dat je dat je het moet teruggeven. Ja. Meer eigenlijk niet op zeggen. Nee, en Bianca, er zijn ook nog een enkele, het zijn niet allemaal vragen, maar eerder zo opmerkingen in verband met de complementariteit met de week van de korte keten. Misschien kan je daar ook nog iets over zeggen. De Week van de Korte Keten wordt georganiseerd. Onder andere de provincies zitten daarachter en Vlam. Vlam is een Vlaamse administratie, hè, die inderdaad lokale productie wilt promoten. De Week van de Korte Keten is nu, denk ik, een week later dan de Faire Ronde, maar het ligt meestal in de buurt, hè. Ik heb het daar straks al gezegd. Als je gaat zien wie dat die partners zijn lokaal in de Week van de Korte Keten, er zijn er hoogstwaarschijnlijk een heel aantal die partner kunnen zijn in de faire gemeentecampagne. Hè? Dus haal die aan om inderdaad partner te worden in jouw faire gemeentecampagne, onder criterium 6 of op een ander criterium. En dan kunnen zij inderdaad mee deelnemen aan de faire ronde. Waarom zeg ik, waarom, dat loopt niet samen, hè? De week van de korte keten wordt door andere organisaties met een andere doelstelling georganiseerd. En ja, we laten dat niet samenlopen. Moest dat helemaal, moesten eigenlijk al die korte keten locaties vanuit de week van de korte ketens ook samenvallen met het ecologische en faire engagement die een faire gemeente voorstaat? Ja, dan zou ik kunnen zeggen dat valt samen, maar dat valt niet samen. Hè?
Dus er is inderdaad complementariteit en gebruik dat ook. Maar en je kan dan zeggen, ja, maar als een bioboerderij die open deur doet tijdens de week van de korte keten, die gaat dat niet meer doen met de faire ronde. Ja, dat is hun goed recht natuurlijk. Maar ja, dat is hun goed recht. Meer kan ik daar niet over zeggen, maar het zou spijtig zijn natuurlijk, hè, moesten ze op de faire ronde dan niet mee aanwezig zijn. Maar ik denk hoe meer dat de faire ronde nationaal gaat beginnen bewegen en aandacht krijgt, en ook lokaal natuurlijk, hoe liever dat dat ook die lokaal ecologische en faire korte keten locaties ook graag zullen willen meedoen als partner van de faire gemeentecampagne. Ja, en dan nog een andere vraag dat misschien nog niet zoveel aan bod is gekomen nu. Dus hoe organiseer je de bevraging van de locaties? Hè? Dus stel je wil een faire ronde organiseren en hoe kan je dan ja, bij locaties terecht om ja, die te gaan bevragen over hun engagement, ja, om te weten of dat effectief een faire locatie met Ja, lef is. ik denk dat je dat niet alleen op je eentje moet doen, hè. Ik denk dat je allee, zeker de collega's binnen de gemeente, hè, of de ambtenaren die daar ook werken, rond leefmilieu, rond lokale economie en zo, ik denk dat die al heel veel weten, hè. Een ondernemersvereniging bijvoorbeeld en zo. Ik denk dat eigenlijk als... Ik denk dat een gemeente... De gemeentelijke medewerkers soms al heel veel weten. En ja, dat is ook iets dat moet groeien, hè? Dus begin alvast met de partners in je huidige campagne van een faire gemeente. En er zijn er een aantal die heel evident zijn, hè? Ga kijken naar de wereldwinkel, ga kijken naar de supermarkten, ga kijken naar die scholen die misschien ook al wel, hè, geëngageerd zijn als Oxfam. Eerlijke school of zo. Dus begin met diegene waar dat je sowieso weet. En dan kan je inderdaad ook gaan nakijken op de site van Voedsel Anders, hè, de agro-ecologie. Bijvoorbeeld is er een afdeling van Veld. Hè. Veld is de organisatie die alles rond ecologisch moestuinieren of samentuinen organiseert. Dus als er een vereniging is van Veld bijvoorbeeld... In jouw gemeente, betrek die erbij, want zij komen sowieso in aanmerking. Is er een voedselteam? Zij komen sowieso in aanmerking. En wat je dan ook kan doen, is inderdaad een brief sturen of een mail sturen. Hè. Je kunt al de winkels en alle horeca, bij wijze van spreken, of alle bedrijven een mail sturen van hey, wil jullie partner worden in de faire gemeentecampagne? Want begin daarmee. Begin ze eerst te engageren voor een faire gemeentecampagne. Want het is pas als partner zijn dat ze inderdaad in de faire ronde kunnen. Want als je begint met de faire ronde, allee, het een kan het andere bevruchten hoor, daar niet van. Maar laat niet uitschijnen dat het alleen voor die faire ronde is. He, want dan doen ze alleen maar die dag hun best, bij wijze van spreken. En de rest van het jaar zal fairtrade of agro-ecologie misschien hun worst wezen. Allee, ik zit het nu een beetje op. Ik doe het nu wel zwart-wit om het duidelijk te maken. En dan misschien nog een vraag in verband met de verspreiding. Hoe doe je dat met een grote verspreiding binnen gemeenten, bij gemeenten die niet befietsbaar zijn? Dus als het eigenlijk moeilijk is om in een gemeente, ik vermoed ja, gemeentes die Heel met wandelen die, of zo. ja. Nu, eerlijk gezegd, we wonen niet in Amerika, maar plattelandsgemeente van vele, vele vierkante kilometer. Dus ja, ik zie het niet direct welke gemeente dat bij ons niet befietsbaar zouden zijn. Dus het is wel zo, je hebt steden, maar je hoeft niet te fietsen, hè? Je kan perfect wandelen. In Halle bijvoorbeeld hebben ze geen fietstocht georganiseerd. Allee, dat was eigenlijk, ja, mensen konden fietsen, hè? Want ze hadden geen bewegwijzerde route of zo uitgestippeld. Ze hadden gewoon ze hadden eigenlijk de stad eigenlijk, Halle. En ze hadden eigenlijk alles binnen de stad eigenlijk gewoon op een kaart gezet. Dus dat was wandelen.
En moest je alles aan doen? Nee, ik heb ook gewandeld in Halle. Ik heb die locatie die mij het meest interesseerde en waar ik op de site zag dat er ook leuke dingen te doen waren. Dat is ook heel belangrijk. Daar ben ik naartoe gestapt. En fietsen, ja, allee, ik zie het niet zo direct. Ja, ik denk dat wij zo'n grote landelijke gemeenten hebben die te groot zouden zijn om te fietsen. Misschien nog als een concluderende vraag in verband met de keuze voor de datum en waarom dat de datum, en waarom dat expliciet op die dag is dat de Verre Ronde moet worden georganiseerd en dat dat niet op een andere datum kan. Ja, daar hebben wij met de stuurgroep en de terorganisaties en zo, en ook met de klankbordgroep, in de voorbereiding van de eerste editie heel veel over gepraat. En het is natuurlijk, hè, er zijn heel wat dagen, er zijn heel wat themaweken, en daar moeten we ons een beetje in, ja, ook een plek in opeisen eigenlijk, hè? Willen we dat dat iets wordt? En dat waren zo twee periodes die eigenlijk als het gaat over faire gemeente-engagementen naar voren kwamen. En dat was oktober, de week van de Fairtrade. En dan mei, de internationale dag van de Fairtrade. Dus dat waren de zaken, de twee periodes eigenlijk die heel hard naar voren kwamen. Nu, en ook tijdens de week van de Fairtrade, dat is eigenlijk al een traditie in heel veel faire gemeenten. Hè. Al 20 jaar dat daar van alles wordt georganiseerd. En in oktober kan het al best wel wat slechter weer zijn. Alhoewel dat in mei ook kan zijn, ik weet het. Maar toch hebben we dan, omwille van lente en terug uit je kot komen na de winter en zo, voor die internationale dag van de Fairtrade geopteerd. Waarom wijken we niet af van die dag? He, want ik weet het, er zijn gemeenten die zeggen, ja, maar we willen, vooral dit jaar is dat een verlengd weekend. En tijdens een verlengd weekend zijn er inderdaad heel wat gemeentelijke medewerkers die een lang weekend hebben en zo van die zaken. Dan is een maar ja, allee, we kunnen dat niet altijd op een andere dag doen of dat loslaten. Want als we dat loslaten, dus als elke faire gemeente dat op een moment wil doen, dat voor hem of haar het beste uitkomt, ja, dan missen we onze nationale slagkracht. Dus daarom houden we dat op die datum. En ja, zegt een faire gemeente, ha, dit jaar lukt het echt niet, Bianca. Hè? Of er zijn er ook gemeenten, hè, die nu zeggen, wij vinden dat een keigoeie activiteit, wij geloven er heel hard in, maar we gaan dat maar om de 2 jaar doen, omdat we dan 2 jaar de tijd hebben. En om onze partners terug te reactiveren, consolideren. En ook om daar echt wel degelijk aandacht aan te besteden, organisatorisch. Maar beter om de 2 jaar een topper van een fijne ronde, dan elk jaar en met weinig slagkracht iets organiseren. Dus ja, we houden het op die dag om die nationale slagkracht, om dat netwerkgevoel, om die community. En natuurlijk een traditie. Je kan pas van een traditie spreken na x aantal keer natuurlijk. Dus dat moet beginnen leven. Ja, ik denk dat we ze min of meer allemaal gehad hebben. Er zijn nog een paar specifieke vragen in verband met de locaties en dergelijke meer, maar ik vermoed dat het materiaal dat je aanbiedt daar ook wel voor een groot deel antwoord op gaat geven. Dus voilà, ik denk dat we ze allemaal gehad hebben. Oké, okay. Wat ik nog wil afspreken, hè? Ik weet nu die algemene vragen en zo. Zie ik in de Q&A nog heel specifieke vragen, dan beloof ik dat ik jou die per mail zal beantwoorden. Ja? Jouw naam en zo staat erbij, dus dan beloof ik dat ik jou die rechtstreeks zal beantwoorden. Heb je na het lezen van de handleiding en zo toch nog heel veel vragen, je weet mij te vinden. Hè? Oké, dan wil ik nu nog eventjes afsluiten. Ik ga daar toch wel eventjes terug. Zien jullie mijn PowerPoint terug? Oké. Voilà, ik zou graag nog een derde en laatste poll even doen. Ben je na deze webinar voldoende geïnformeerd om een faire ronde te organiseren in jouw faire gemeente? Voilà.
Koen gaat hem even delen. Ik ben heel blij. 95% denkt voldoende geïnformeerd te zijn. En de twee mensen die nog niet voldoende geïnformeerd zijn, je weet mij te vinden. En dan wil ik gewoon nog afsluiten met nog een aantal save the dates. Ik blijf jullie daarmee bestoken, ook in de maandelijkse nieuwsbrieven. We hebben nog twee webinars op de plank staan. Op dinsdag 19 maart het verschil tussen Fairtrade in één woord en Fairtrade in twee woorden. Onze partnerorganisatie Oxfam en Fairtrade Belgium gaan dat voor ons organiseren. En dan ook nog op 18 april een duurzaam aankoopbeleid. Hoe begin je eraan? Dat is Fairtrade Belgium die daarin de lead neemt. En wij gaan ook dan een nieuwe brochure voorstellen van hoe je inderdaad als faire gemeente dat duurzaam aankoopbeleid, daar werk van kunt maken, hè. Dus we gaan echt een nieuwe brochure maken. We gaan er een webinar rond organiseren. Voor zeker voor die laatste webinar is het misschien heel belangrijk dat niet alleen de trekkers of de bevoegde ambtenaren daarbij aanwezig zijn, maar nodig ook zeker jouw collega's uit van de financiële dienst of van de aankoopdienst om die mee te volgen. Ja. En dan zijn er nog een aantal activiteiten en belangrijke data voor in jullie gemeentelijke agenda of jullie werkplanning op te nemen. Voilà, daar is het mij nog om afscheid te nemen. Ik ben heel blij dat we hier met zoveel waren vandaag. En voilà, ik hoop op heel veel registraties. Tot een volgende keer.